welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik een Would You Rather make-up tutorial. Dus ik ga mij opmaken, ik ga een hele leuke look creëren en terwijl ik dat doe, ga ik allemaal dilemma's beantwoorden. Een dilemma kan zijn, heb je liever je zicht of je gehoor? Zou je liever kunnen praten of kunnen horen? Zeg maar allemaal van dat soort dilemma's. Ik had dus via Instagram op mijn verhaal gevraagd of jullie dilemma's hebben voor mij en ik heb er een heleboel ingestuurd gekregen. Ik had dus zo een video gezien bij een andere YouTuber, maar zij komt uit Amerika. Ik heb het nog niet gezien hier in het Nederlands, in ons land. Dus ik vond het wel leuk om te doen. Ik ga dus alle dilemma's beantwoorden, maar ik zou het ook heel leuk vinden als jullie ze ook beantwoorden beneden in de reacties. Want ik ben echt benieuwd naar hoe iedereen denkt en wat iedereen's antwoord zou zijn op een dilemma. Want ze zijn niet allemaal heel makkelijk. En ja, dat is dus wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. De look die ik vandaag ga maken is een beetje een look die ik nooit eerder heb gemaakt. Ik ga sowieso voor mijn gezicht voor een hele mooie bronzy glowy gezicht. Maar ik ga als oogschaduw maak ik een glossy oogschaduw. En dat heb ik volgens mij, als ik het me goed herinner, nog nooit eerder gedaan. Dus ik ben benieuwd hoe dat zal gaan. Opmaken en vragen beantwoorden tegelijk is niet makkelijk. Dus het kan zijn dat ik vergeet te vertellen wat voor make-up product ik gebruik. Maar ik zet sowieso alles beneden in de beschrijving. Dat doe ik bij elke video altijd al. Dus vandaag hoor ik ook weer. En ik ga vandaag eerst beginnen met mijn gezicht en dan pas mijn ogen. Ik ga even de vragen erbij halen. Ik heb er al een aantal gezien. En ik vond ze echt hilarisch. Ik ga mijn gezicht primen met mijn Catrice Fresh It Up Prime & Fine Primer. En een dilemma die ik hier gelijk zie is liever stel haar of krullen. Ik zou sowieso gewoon gaan voor krullen. Voor de mensen die het niet weten, ik heb dus krullen. Maar ik stel best wel vaak mijn haar gewoon omdat ik ook stel haar prachtig vind. Ik zou gewoon gaan voor mijn krullen omdat je krullen stel kunt maken. Maar je kunt heel moeilijk stel haar krullend maken. En dan bedoel ik niet echt de krultang krullen, maar gewoon echt naturel krullen. Die zijn niet echt te creëren, nep. Dus ja, vandaar dat ik gewoon altijd zou gaan voor krullen. Ik ga in met mijn NYX Born to Glow Foundation in de kleur Neutral Buff. Ik breng die aan met mijn kwast. Dit is de Flat Kabuki F80 kwast van Sigma. Ik ben er dus laatst achter gekomen dat als je een glowy foundation aanbrengt met een kwast, dan wordt die veel meer glowy. Een beauty blender maakt het op de een of andere manier toch iets meer mat. Dus als je echt wilt gaan voor een glowy gezicht, breng het dan aan met een kwast. Deze kwast is echt geweldig. Hij is wel een beetje prijzig, maar hij is het wel echt waard. Volgende dilemma, liever 1000 jaar lang leven of 10 keer 100 jaar als iemand anders. Dat is geen makkelijke dilemma. Ik zou denken, ga voor 10 keer als iemand anders, want dat lijkt mij wel leuk, want dan heb je heel de tijd een ander gezin, andere vrienden, gewoon een hele andere ervaring. Terwijl als je 1000 jaar als één persoon leeft, dan wordt het denk ik misschien een beetje saai. 1000 jaar één persoon zijn is een hele lange tijd. Dus ik zou denk ik toch gewoon gaan voor 10 keer iemand anders. Samen blijven met je partner die transgender is of zou je scheiden? Dan ga ik ervan uit dat je al bent getrouwd. Ik ga ervan uit dat als iemand transgender is, die persoon het mij al wel zou vertellen voordat we trouwen. Daar ga ik wel vanuit, want anders ben ik niet zo blij. Dat is wel echt een big deal die ik heel graag zou willen weten. Puur ook omdat ik heel graag kinderen zou willen. En als mijn man een transgender is, dus hij is geboren als vrouw, dan kan hij dus geen kinderen krijgen met mij. En dat is voor mij persoonlijk wel echt een dealbreaker, want ja, ik zou gewoon echt heel graag kinderen willen. Plus, ik zou het niet fair vinden als je zo'n groot geheim zo lang verborgen houdt voor mij. We zijn al getrouwd en alles, dan zou ik wel ervan uitgaan dat je mij vertrouwt. En dat je zoiets groots wel aan mij zou vertellen voordat we helemaal gaan trouwen en alles. Andersom zou ik dat denk ik ook wel echt hebben gedaan. Als ik een transgender was geweest, dan had ik het ook wel vrij snel verteld. Dus om de vraag even echt goed te beantwoorden. We zijn dus al getrouwd en dan pas kom ik erachter dat je transgender bent. Dat is een beetje een moeilijke situatie, want je bent al getrouwd, je bent al verliefd, je houdt al van elkaar. Dus of ik dan per se zou scheiden, ik denk het wel. Puur omdat ik dus kinderen wil en omdat ik het niet fair vind dat je zoiets zo lang geheim houdt voor mij, dan vraag ik me af over wat je nog meer liegt. Snap je wat ik bedoel? Dan is er niet echt meer vertrouwen. Oké, ik ga even mijn gezicht cream bronzen en concealer aanbrengen. Ik gebruik twee producten van Revolution. De Revolution Conceal en de Fine Concealer in de kleur C6 en de Fast Base Stick in de kleur F13 en hiermee ga ik cream bronzen.
altijd bij je moeder blijven wonen of nooit meer je zus zien? Ja, dan zou ik gewoon gaan voor blijven bij mijn moeder. Want dan kan ik gewoon nog mijn zus zien. Ik woon nog nu ook gewoon bij mijn moeder. Dus ja, ik vind het hier best wel gewoon leuk. Dus dan blijf ik gewoon wel maar voor altijd hier. En ja, het is niet leuk om erover na te denken. Maar op een dag gaat mijn moeke ook naar de hemel. Dan woon ik alsnog gewoon hier alleen of met mijn man of mijn gezin. En dan is het gewoon alsof ik uit huis ben. Dus op die manier heb ik een beetje de best of both worlds. Want dan kan ik ook gewoon nog mijn zus zien. Hoe vaak ik producten en kwasten laat vallen is echt niet te doen. Nooit meer je oksels scheren of nooit meer je tanden poetsen. Dan zou ik gaan voor mijn oksels niet meer scheren, want die zijn niet altijd te zien. Je gebit is gewoon altijd te zien, dus als je die dan niet poetst, dan kan men dat gewoon elke dag weer gewoon zien. En je mond stinkt en alles. En mijn oksels, ja, als je je oksels niet scheert, dat kan men alleen zien als je echt je oksels laat zien. Dus als je een hemdje of zo aandoet, dus dan zou ik gaan voor mijn oksels niet meer scheren. Als poeder gebruik ik mijn Huda Beauty poeder in de kleur Pound Cake. De tijd kunnen stoppen, terug spoelen of liever vliegen en waarom? Ik zou gaan voor de tijd. Vliegen is absoluut super fijn, maar in principe is dat niet echt een must, want we kunnen vliegen in het vliegtuig en al die dingen. Dus ik zou dan echt gaan voor de tijd stoppen, terugspoelen. Want hoe vaak ik dingen zeg, dingen doe, waarvan ik achteraf denk, Sarah, dat was niet zo handig. Kon ik dat maar anders doen? Dat heb ik echt heel vaak gehad. Dus ik had het echt geweldig gevonden als ik dat zou kunnen doen. Dus ja, dan maak ik ook betere beslissingen en zo. En dan gaat denk ik ook alles beter. Vooral als je terug kunt in de tijd. De informatie die ik nou allemaal heb en weet, als ik dat al wist toen ik pas 14 of zo was, dat was echt geweldig geweest. Dan was ik ook al heel vroeg begonnen met mijn kanaal en zo. En ja, dat soort dingen. Dus ik zal absoluut gaan voor de tijd stoppen of terugspoelen. Ik gebruik mijn Revolution paletje om te contouren. Ik gebruik de kleur hier en ik ga even mijn neus contouren. Multimiljonair zijn of gelukkig in de liefde? Ik zou absoluut gaan voor de tweede optie en dat is gelukkig in de liefde. Want als jij heel veel geld hebt en je hebt niemand om mee te zijn, wat heb je er dan echt aan? Dan ben je gewoon forever met al je geld alleen. Wat is dan ook überhaupt het nut van al dat geld? Doe dan mij maar gewoon iets minder geld, maar wel gewoon happy met een man en een gezin en dat soort dingen. Ik zou 100% gaan voor die optie. Dan pak ik ook nog de licht roze matte kleur hier. En die breng ik dan nog zo'n beetje extra aan hier onder mijn ogen. En dan een beetje mijn hydrating fixing spray van Max & More om alles mooi in elkaar te smelten. Klein huis plus familie en een leuke inrichting of een groot huis in je uppie met een minder leuke inrichting? Nou, ik denk dat je al wel kunt verwachten wat ik ga zeggen. Ik ga sowieso voor gewoon een klein huis, familie en een leuke inrichting. Ik hoef niet per se heel veel plek. Plus, wat heb ik aan een heel groot huis en heel veel plek, maar in mijn uppie? Nee, dan zou ik gewoon gaan voor klein met een leuk gezin en happy zijn. Oké, mensen, ik ga beginnen aan de ogen. Ik wil dus gaan voor echt een fel gele ooglook. Om het echt zo fel geel te maken als kan, ga ik primen met mijn P. Louise base in de kleur 0. Dit is gewoon een witte basis. Altijd gezond eten of altijd junkfood? Dan zou ik gaan voor gezond. Want ja, als je alleen maar ongezond kunt eten. Ja, ik weet niet hoe blij je wordt van dat. Want op een bepaald punt word je ook gewoon obese en zo. En je gaat dan ook misschien dood aan je overgewicht en zo. Dus ondanks dat ik ongezond eten vele malen lekkerder vind dan gezond eten. Als dat mijn enige twee opties zijn, dan ga ik toch gewoon voor gezond. Dan blijft mijn lichaam ook gezond. Word ik gewoon gezond oud. En word ik hopelijk niet dik en obese. Het paletje die ik gebruik is mijn Afrique paletje van Juvia's Place. Want dit paletje heeft echt een hele fel gele matte kleur, zoals je kunt zien. Die is echt super fel geel. En ik heb echt geen enkel ander paletje die zo een fel gele kleur heeft. En die kleur heet Aya. Die kleur ga ik aanbrengen over mijn hele ooglid. En dan maak ik het goed smoky. Geen handen of geen voeten? Dit is dus echt zo'n dilemma waarvan ik denk, oeh, dat is wel echt heel moeilijk. Geen handen of geen voeten? Ja, als je geen voeten hebt, dan moet je gewoon voor altijd in een stoel. Ja, dat is niet echt heel erg fijn. Maar als je geen handen hebt, dan
kun je niks pakken en zo. Ik zou denk ik alsnog gaan voor geen handen. Want ja, geen voeten, dan kom ik gewoon niet vooruit. Dan ben je echt vast in een stoel. En dat lijkt mij niet echt heel prettig. En geen handen zou ik misschien nog mee overweg kunnen. Want je kunt er ook dingen pakken zo. Met je ellebogen of met je mond. Dat je gewoon iets pakt met je mond of zo, weet ik het. Dus ik denk dat lijkt mij er toch de iets betere, makkelijkere optie. Geen make-up meer of nooit meer video's maken. Oké, dus of ik maak nog video's maar mag geen make-up. Of ik mag geen make-up maar nog wel... Nee, wacht even. Dus of ik mag geen make-up meer op en nog wel video's maken. Of geen video's maar wel make-up. Dan zou ik gaan voor... geen video's meer maken. Want ik kan geen video's maken als ik geen make-up op kan doen. Want mijn video's gaan letterlijk over make-up. Dus als ik dan wel video's mag maken, maar geen... Of nee, wacht. Mensen, ik neem het even terug. Als ik geen make-up meer mag opdoen, maar nog wel video's maken, dan kan ik ook eventueel nog video's maken, maar gewoon over andere shit. Dan ga ik gewoon vloggen of zo en dan maar gewoon geen make-up. Ja, ik zou gaan voor dat, want als ik geen video's meer mag maken, maar wel make-up op mag doen, dan ben ik mijn hele baan kwijt. Dus wat heb ik dan nog aan die make-up die ik op mag? Dus... ik zou gaan voor de optie nog wel video's maken, maar geen make-up. En dan maak ik gewoon video's omtrent kleding of zo en vlogs en dat soort dingen. Oeh mensen, de kleur is lekker fel. Daar ben ik echt heel blij mee. Dit wordt echt zo'n aparte look. Geen make-up opdoen of nooit meer sporten. Nou, die is heel makkelijk voor mij. Doei sporten, bye. Ik heb een hekel aan sporten. Ik doe het nu wel, want ik ben nou ook op dieet. Ik wil afvallen. Ik wil minimaal 10 kilo afvallen. Dus ik ben nou op dieet en ik sport. Maar ik doe dat echt alleen omdat ik gewoon wil afvallen. Ik zou echt absoluut gaan voor die optie. I love make-up en dan lekker nooit meer sporten. Dan ben ik er ook gewoon gelijk van af. Dus... ja, dat vind ik heel makkelijk. Je YouTube kanaal opgeven of je zus voor 1 jaar niet meer zien. Nou, dan ga ik voor mijn zus 1 jaar niet meer zien. Ondanks dat ik haar intens zou missen, zou ik toch gaan voor die optie. 1 jaar is op zich zo voorbij. En anders moet ik mijn hele kanaal voor tot het einde van mijn leven, mag ik het dan niet meer doen, ja... Dat is veel meer tijd dan gewoon even 1 jaar mijn zus niet zien. En ik denk ook wel dat zij dat gewoon zou begrijpen. Dus ik zou absoluut gaan voor helaas mijn zus 1 jaar niet meer zien. Dan breng ik ook even een nude oogpotloodje aan in mijn waterlijn. Ik heb hier van Benefit de Eye Bright Pencil. Dan als mascara gebruik ik mijn Essence Princess Lash Mascara. En voor nep wimpers TL4 van Tati Lashes. Deze ga ik even aanbrengen en opdoen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Ogen zijn helemaal mooi nou. Ik ga ze zo meteen glossy maken. Ik ga eerst even mijn gezicht afmaken. Ik ga even bronzen met mijn Revolution Mega Bronzer in de kleur 2. Altijd op blote voeten lopen of op natte sokken lopen. Ik moet zeggen, op natte sokken lopen is echt het meest akelige gevoel ever. Dus ik zou denk ik gewoon gaan voor dan maar gewoon lekker blote voeten. Gewoon zoals men ook deed vroeger. Gewoon YOLO op blote voeten. Want natte sokken. Ik denk ook dat dan alles wat op de grond ligt een beetje blijft plakken aan je sok. Oh mijn god. Nee, dat lijkt mij echt vreselijk. En hij is nat en alles blijft er helemaal aan plakken en zo. Nee, dan ga ik gewoon lekker voor blote voeten. Voor blush ga ik voor mijn UNG Cosmetics Baked Blush in de kleur True Terra. Mensen, ik moet zeggen, deze UNG Cosmetics Baked Blushes staan echt stipt op nummer 1 van de beste blushes die ik ooit heb gehad in mijn leven. Gewoon. Deze blushes zijn zo mooi. Echt, I can't gewoon. Echt amazing. Geen nep wimpers meer op of nooit meer foundation. Oeh. Zoals een heleboel mensen al weten, ik draag altijd nep wimpers omdat ik gewoon bijna geen echte wimpers heb. Ik heb een vrij egale huid, dus ik zou het denk ik ook gewoon kunnen doen met concealer. Dus dan zou ik gaan voor de optie nog wel nep wimpers, maar nooit meer foundation. Doei foundation. Op zich hoeft die ook helemaal niet. Als je gewoon concealer hebt, dan kun je je gezicht ook al heel mooi egaal maken.
op die manier. Dus ja, dan zou ik gaan voor die optie. Ik gebruik mijn Milani Baked Highlighter in de kleur 120. Zou je liever alleen nog maar drugstore make-up mogen dragen, dus betaalbare make-up, of alleen maar high-end make-up, dus dure make-up? Jullie weten, ik hou van betaalbare make-up. Als je al een tijd bent geabonneerd op mijn kanaal, zie je ook dat ik echt super vaak betaalbare make-up video's maak. Dat ook omdat gewoon een heleboel betaalbare make-up gewoon fantastisch is. Wel moet ik zeggen dat er bij betaalbare make-up veel vaker slechte producten bij zijn dan bij de dure make-up. Ik zou dan maar gaan voor de optie nog maar alleen maar high-end make-up, omdat dan gewoon de kans groter is dat ik gewoon goede make-up heb. Geen wenkbrauwen meer of geen haren? Nou, dat is echt... Oh, maar ik zou gaan voor geen wenkbrauwen meer. Geen haar hebben, dus voor altijd kaal, dan moet je echt een prachtig hoofd hebben om dat te kunnen doen. Ik heb geen prachtig hoofd. Ik heb echt mijn haar nodig. Dus ik zou dan gaan voor geen wenkbrauwen meer. En dan zou ik gewoon een beetje wenkbrauwen creëren met een potloodje of zo. Dus dan heb ik alsnog haren en ook soort van wenkbrauwen. Voor de lippen ga ik voor nude lipstick. Ik gebruik mijn Sweet Tea lip potloodje en mijn Maybelline lipstick. In de kleur 930. Deze is echt heel mooi nude. Geen internet meer of geen phone meer? Ik denk dat als ik geen internet meer heb, dan heb ik ook niks meer aan mijn phone. Want ik zit meestal gewoon op mijn phone voor internet. Dus Instagram, YouTube en zo. Daar heb je allemaal internet voor nodig. Dus ik zou sowieso gaan voor geen phone meer, maar wel internet. Want dan heb ik nog mijn laptop, Netflix, dat soort dingen. Ik weet niet wat ik zou doen zonder internet. Dus dan maar helaas geen foam meer. Dan moet gewoon iedereen met mij praten via Facebook en Instagram en zo. Onbeperkt budget voor beauty of voor eten? Ik geef persoonlijk het meeste geld uit aan beauty en eten. Dat is gewoon echt mijn top 2. Het is wel ongeveer evenveel. Dus ja, onbeperkt aan beauty of eten. Ik zou denk ik gaan voor beauty, want beauty kan super duur zijn. En als ik gewoon alles omtrent beauty gewoon altijd kan kopen, dan is dat echt geweldig. Ook voor hier op mijn kanaal, dan kan ik echt super vaak leuke video's maken. En eten hoeft niet altijd heel duur te zijn en zo. En ja, dat valt nog wel gewoon te betalen en zo. Dus dan zou ik gaan voor beauty, zeer zeker. Ik ga mijn oogschaduw nou een beetje glossy proberen te maken. Dit ga ik doen met mijn NYX Cosmetics Clear Gloss. En ik weet niet precies hoe ik dit ga doen. Ik heb hier een lipstick kwastje van OPV Brushes. En dan ga ik denk ik gewoon een beetje zo aanbrengen of zo. Dan pak ik gewoon zo een beetje hiervan af. En dan breng ik het gewoon zo aan of zo. Ik ben echt heel benieuwd of dit niet helemaal plakkerig gaat zijn. Ondertussen ga ik nog een dilemma beantwoorden. Kip of rundvlees? ik zou echt gaan voor kip. Dat is echt gewoon mijn favoriete vlees gewoon. Echt, I love it. Dus. En het is gezond, sottig van. Een van de meest gezonde vlees die er is. Dus ja, ik zou absoluut gaan voor kip. Geen BH meer of geen onderbroek meer? Ik zou dan gaan voor geen onderbroek, omdat je dat niet echt kunt zien. En als je geen BH aan hebt, dat is toch wel vaak gewoon te zien. Vooral als je een grote cupmaat hebt, zoals ik heb. Ik heb cup E. Dus dan is het niet echt handig als ik allemaal over straat ga zonder een BH. Dus ja, ik zou gewoon gaan voor dan maar geen ondergoed meer. Dat ziet toch echt niemand. Oké, mensen, ik heb het glossy gemaakt. Wat vinden we ervan? Ik weet niet, ik vind het niet glossy genoeg of zo. Of overdrijf ik nou? Ik ga gewoon meer gloss aanbrengen. Elke keer als je een scheet laat, komt er een kleur dan? Of elke keer je tanden poetsen met worst? Oh my god. Ik zou dan toch gaan voor de scheet met kleur. Omdat je een scheet gewoon kunt inhouden. Dus je kunt hem dan gewoon inhouden totdat je weer in je uppie bent. En dan kun je hem gewoon alsnog laten. En dan heeft niemand iets door. Dus ik zou gaan voor die optie. Oké, nou die is best glossy. Ik ga ook hier aanbrengen. Alleen maar één man en geen kinderen. Of alleen maar kinderen en geen man. Dan heb je dus nooit meer een man. Oeh, die vind ik niet heel makkelijk. Want ik wil allebei. Ik wil en een man en kinderen. Ik denk dat ik dan toch gewoon ga voor kinderen en geen man. Want ja, een man, ja, ja... wat heb je er nou echt aan, een grapje? Kinderen is wel echt iets wat ik wil. En ja, het is dan echt jouw kind. Jouw bloed en vlees, weet je wel. En een man, ja, dat is dan toch wel weer een beetje anders. En als ik dan wel een man zou hebben, maar geen kinderen, dan
Ja, dat zou ik ook wel kunnen doen, eventueel, als het moet of zo. Maar kinderen is wel, ja, echt wel een big deal voor mij. Dus ik zou dan maar gewoon gaan voor kinderen en geen man. Oh mijn god, kijk, het is helemaal glossy. Ik vind het echt leuk. Ja, het voelt wel een heel klein beetje plakkerig aan, maar helemaal niet zo extreem als dat ik had verwacht. Dus ja, dat vind ik wel top. Ik ga ook de gloss aanbrengen op mijn lippen. Mensen, ik vind de look echt super leuk. Ik had niet gedacht dat ik dit echt iets leuks zou gaan vinden, but I like it. Als fixing spray gebruik ik mijn Ready Set Gold Fixing Spray van W7 Cosmetica. Ik ga nog één laatste dilemma beantwoorden. Even kijken welke vind ik leuk. Geen make-up meer of nooit meer merkschoenen. Ik geef echt niks om merk. Echt letterlijk nul nada. I don't care. Dus ik zou 100% gaan voor make-up. Zo, ik heb lekker veel aangebracht. Mijn hele gezicht is nou glowy. Nou mensen, wat vinden we van de look? Het is super apart, maar ik vind het echt heel erg leuk. Ik hou van de glossiness over mijn hele gezicht. Niet alleen hier, maar echt mijn hele glowy gezicht en zo. I love it. Ik vind het echt een hele leuke look. Ik hoop dat iedereen heeft genoten van de video en van de dilemma's. Ik vond het echt super leuk om erover na te moeten denken en zo. En ik ben ook heel benieuwd naar wat jullie hadden gedaan. Dus let me know beneden in de comments. Als je nog meer van dit soort video's wilt zien, let me know. Want dan maak ik ook een deel 2, deel 3 of hoeveel jullie er ook willen zien. Let me know. En vergeet vooral niet om mij ook op Instagram te followen. Want daar stel ik altijd al mijn video ideeën, vragen, dingetjes. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om makkelijk te kunnen abonneren. Het is helemaal gratis. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!